Zoe is 7 weken geleden geboren en woog toen 800 gram. Het te vroeg geboren meisje zoekt naar houvast. In de baarmoeder is dat de navelstreng, maar wat als je in een couveuse ligt? Wij kwamen er snel achter dat ze dat in de couveuse doen door aan hun sonde vast te houden en hun infusen en andere dingen. En dat vinden wij natuurlijk minder prettig. Dus vandaar dat er iemand in Zweden op het idee kwam om deze mooie inktvisjes te breien en te haken. Wij hebben hier gehaakte exemplaren. En die houden ze dus vast aan hun tentakels, waardoor ze niet meer zo aan hun zonde trekken. Zoe is in 7 weken al gegroeid naar 1700 gram. Dit kleine meisje is met 29 weken geboren. Dus die heeft dat soort dingen nog echt heel erg nodig, die ondersteuning. Gaat Zoe lekker in haar bedje. Die inktvisjes doen we nou sinds 2 maanden. En dat werkt goed? En dat werkt heel erg goed, merken we, ja. Er zijn echt veel minder zondes die uitgetrokken worden. De inktvisjes moeten aan een bepaalde grootte en patronen voldoen en worden gehaakt door vrijwilligers. Het is fijn dat iemand dat voor je wil doen. Er zijn erg veel vrijwilligers mee bezig, dus dat is erg mooi. Maar wie kan er nu nog haken? Iedereen kan via YouTube leren haken, dus ga allemaal maar weer aan de gang met haken. Je ziet wat je ermee kan doen. Meer informatie is te vinden op kleine-inktvisjes.eu.